Na Fotum en Groet zingen wij samen uit de nieuwe berijming van Psalm 111, het eerste en zesde vers. Verheft nu eerst al in uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De schriftlezing, gemeentes uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, de versen 9 tot 20. Romeinen 3, vers 9 tot 20 lezen we samen het Gods heilig woord. Daar lezen wij, wat dan worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? We hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zij zijn onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden zal. Want wet doet zonde kennen. Hier eindigt de schriftlezing.
Wij willen tot God samen gaan in dankzegging en gebed. Heere God, hartelijk dank brengen wij u voor het feit en de werkelijkheid van deze kerkdienst vanavond hier in de Zuiderkerk te Zwolle. Hartelijk dank dat gij deze uw gemeente opnieuw verwaardigt tot de ontmoeting met u en de ontmoeting als broeders en zusters in de gemeenschap der gelovigen en der heiligen met elkaar. Dat u ons opnieuw de kans biedt om door de scepter van de verkondiging aangeraakt te worden en daardoor onder het beslag te komen van de Heilige Geest. Want het woord van u is zijn woord. En de bediening van het woord is immers de bediening van de Geest. We danken u, Heere, dat u ons zo vanavond uit de Bijbel en aan de hand van de belijdenis voor het eerst of opnieuw wil duidelijk maken hoe ellendig we er in onszelf door eigen schuld aan toe zijn. Maar ook hoe rijk het is om uw genezend gebod te ontvangen en om ontdekt aan eigen zonde te leren de toevlucht te nemen tot Jezus Christus, de vervuller en vervulling van de wet. Geef dat wij uw woord onder de leiding van uw Heilige Geest vanavond opnieuw mogen verstaan. Dat we worden opgebouwd in het allerheiligst geloof, oud en jong. Dat we weten waar we met onze problemen en zorgen, onze moeite, onze verdriet, onze smarten, onze rouw en onze vereenzaming en verlatenheid, dat we weten waarmee we ermee naartoe kunnen gaan. Dat u ons met open armen opvangt. Dat u op ons staat te wachten. En dat u ons leven leidt. En dat het omspannen mag zijn door uw genade. Door de genade van Christus, die voor een ieder van ons absoluut genoeg is. We bidden u of u zo uw kerk wilt bouwen en uw koninkrijk wil doen komen. Ook hier in Zwolle. In de samenbinding van de gemeenteleden. In de samenbinding van allen die naar uw naam genoemd zijn en die op dezelfde basis staan. Heere, leer ons wat echte ecumene is. Wil u ontfermen over deze kudde die momenteel, zoals we dat dan plegen uit te drukken, herderloos is. Sterk de ambtsbroeders, de ouderlingen en diakenen tot hun dubbele verantwoordelijke taak. Zegen ook alles wat gedaan wordt in verband met het beroepingswerk. Opdat mocht het u behagen over niet al te lange tijd een eigen dienaar van het woord zich weer aan deze gemeente mag verbinden. Sterk ook de emeritus predikant dominee Van Oenen en zijn vrouw. Wil hem zegenen bij de arbeid die hij nog in de gemeente en in de kerken mag verrichten. Wil ze beiden goed en nabij zijn. Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie in Afrika en elders in deze wereld. En wat de evangelisatie betreft in onze omgeving. Geef dat wij ons niet generen voor het getuigenis van uw geest, maar dat we onbewimpeld uw woord vertolken in woorden en daden. Zegen ons in onze arbeid als we dat morgen weer mogen oppakken. Zegen ons ook wanneer we baanloos zijn, hoe moeilijk dat is te verwerken en te verteren. Wilt u, mocht het u behagen, voor velen van ons nog nieuwe mogelijkheden bieden, en wees ook met hen die vanwege invaliditeit of in een ander opzicht vanwege pensioengerechtigde leeftijd niet meer hoeven te werken, niet meer hoeven te staan in het dagelijkse arbeidsproces. Wees met hen die binnenkort een verre reis maken. Wilt u ze nabij zijn, ook hier in de gemeente.
Geef ze veel te genieten, wil ze behouden weer thuisbrengen bij de hunnen en bij ons allemaal. Wees met het werk onder onze militairen. In heel de wereld en onder alle alleenstaanden, uitgaande met name van Kochma, zoals het team ook deze zondag en nog enkele dagen daarna in Duitsland verkeert, om daar contacten te leggen, te onderhouden en adressen te bewerken. Geef uw zegen over dat werk, ook van die broeders. En Heere God, zo dragen we ons op met de onzen aan de troon van uw genade. Wij bidden u, wil ons alles geven in deze kerkdienst, tot eer van uw naam. Wil het ons geven in preken en luisteren, in spelen en zingen, in collecteren en onze gaven geven voor de bestemde doeleinden. Wil de duivel uit ons midden weren en verjagen. En neem ons onder uw hoede en sta ons bij, naar uw belofte, in de vergeving van al onze ongerechtigheden, bidden wij u dat, in de gezegende naam van onze unieke, kostbare heiland, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu weer samen zingen, gemeente, Psalm 19, vers 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming.
Wij bedienen u vanavond Gods woord, zoals u het vindt verklaard en samengevat in zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 2, waar het eerste deel van de Berlijnse schrift begint te handelen over onze ellende. Zondag 2, waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist God in zijn wet van ons? Dat leert Christus ons in een samenvatting, Matthäus 22, vers 37 tot 40. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod, de tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Kunt u dit alles volbrengen? Nee, want naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te haten. Tot zover de lezing van de belijdenis. Wij zingen na de verkondiging uit de nieuwe berijming van Psalm 130, de versen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, moeten wij vanavond nu metterdaad een duik nemen in het bad van onze ellende. Zo kan de vraag opklinken aan het begin van de preek. Maar als we het zo zien en stellen, zien we het eigenlijk verkeerd. Want vergeet niet, geliefd, in deze belijdenis die van een verlost kind van God, als lid van Christus' duurgekochte kerk. En ook dit gedeelte dat over de ellende van de mens handelt, wordt gerubriceerd onder de noemer van de enige troost, zondag 1, in leven en in sterven. Het is niet zo dat plotseling in dit leerboek van de kerk de domper er in zondag 2 op wordt gezet, zodat je als kind van God nagenoeg alle moed verliezen zou. Die wet van God is trouwens als regel der dankbaarheid kenbron van de ellende. Voor wie zij het eerste niet is, is zij ook het tweede niet. Alleen de gelovige kent door de wet zijn ellende en leert die door haar steeds dieper kennen. Het is een bekend feit dat de mensen in doorsnee vandaag veel ouder worden dan vroeger. Maar we moeten, gemeente, ons niet op het leven van een mens verkijken. Want ten diepste wordt de waarde van een mensenleven niet bepaald, laat staan beheerst door zijn lengte, maar door zijn diepte. Kent uw en jouw leven ook diepgang? Dat is de vraag die ons moet bezighouden. Waaruit kent u uw ellende? Het woordje ellende is een beduimeld woordje. De mens heeft zijn eigen begrip van ellende gevormd. Hij tast in dit brede leven niet naar de oorzaak van alle kwaad, maar let vaak alleen op de gevolgen. En hij wil daarvoor per se iemand ter verantwoording roepen. Eerst de medemens. En als het bij iemand niet lukt, dan maar een iets, dan de omstandigheden die er debet aan zijn. Maar uiteindelijk is dat allemaal bij elkaar zo ontiegelijk ongrijpbaar. En vindt de mens dat het ook niet meer een iemand, een persoon is. En dan komt hij vanzelf bij God terecht. Dan moet hij God wel te verantwoording roepen als een hogere macht, van wie die christenen in doorsnee althans beleden en nog beleiden, dat hij overal de hand in heeft en de hand aanhoudt. En men misbruikt een stukje dogmatiek van de kerk, vervormt het naar eigen snit, gaat ermee aan de haal
en reageert eigen verdriet, onlust, haat en frustraties af. Maar die mens komt er geen stap verder mee, want hij blijft zelf intussen met de brokken zitten. Een trieste aanblik. Ja, dat biedt die hele wereld. Waaruit kom je aan de weet dat het voor de mensheid in het algemeen een ellendige situatie is? Nu vul dan maar in. Het Midden-Oosten. De Sovjet-Unie. Joegoslavië. Duitsland. Libanon. Israël. Maar de catechismus tast naar de diepste oorzaak van alle ellende. Want zoals u weet betekent ellende uitlandig zijn. Ook al voel je je helemaal niet landerig. En het gaat dan daarbij niet om een gevoel, maar om een feit. Wij liggen er buiten. Wij verkeren buiten het wondermooie paradijs als geschenk van de hemel aan twee mensen in de prille morgenstond van de wereldgeschiedenis. God is met die twee mensen een verbond aangegaan, het verbond van zijn gunst. En ze hebben, als ik het zo mag uitdrukken, als verbondspartners verstek laten gaan. En toen kwam door eigen schuld de doffe ellende met recht los, zoals de Heere hun had geprofeteerd. Dat lees ik af uit de wet van God. Waaruit kent u uw ellende? Elke catechisant, al zou die niet veel van de catechismus hebben opgestoken, doordat hij er niet veel aan zou hebben gedaan, kan in doorsnee meteen zeggen in geïnformeerde kringen uit de wet Gods. En wet van God betekent hier dan eigenlijk nog breder het woord van God. Wij zouden vandaag zeggen het getuigenis van de heilige schriften van Oud en Nieuw Testament. En zo moeten wij gemeente ook eigenlijk psalmen als psalm 1, psalm 19 en psalm 119 met name lezen. Boven psalm 1 is te zetten als thema felicitatie voor de Bijbellezer. Die Bijbel is eigenlijk geen leerboek, maar een levensboek. U, jij en ik zijn, als het goed is, er een leven lang mee bezig. Het is dus ook veel meer dan een literair geschrift uit de oudheid. Of een historisch document waarop het christendom rust. Het is het handboek voor uw leven. Daarom moet u eigenlijk altijd die Bijbel binnen handbereik hebben. In die Bijbel, en dat concentreert zich en concretiseert zich in het bijzonder in de proclamatie van Gods wet. De 10 woorden van het genadeverbond: laat God de Heere u zien wie Hij is en wie en wat u bent. Die wet is een licht dat verlicht. Ze brengt uw zonde aan het licht. Maar zo openbaart God tegelijkertijd zijn barmhartigheid. De Heere zegt: omdat ik de Heere uw God ben, daarom moet je die grenzen die ik trek in het oog houden en absoluut niet overschrijden. Dan pas is je leven werkelijk leven. En daarom wijs ik je de weg van mijn liefde. Ja, gemeente. Het ellendigste is niet wat er allemaal nog gebeuren kan. De vijand die komt. Een atoomhel die soms dreigt. De auto's waarin mensen zitten, die mensen aanrijden en overrijden. Het ziekbed dat fnuikt en je uitschakelt. De baanloosheid
die je uitteelt uit het arbeidsproces en je zelfs een vorm van doemdenken zou kunnen bezorgen. Nee, het gaat ten diepste niet om alles wat er nog gebeuren kan, maar om wat er allemaal niet gebeuren kan. Namelijk dat ik God en mijn naaste lief heb met een volkomen liefde. Bij de dominee H. Veldkamp, destijds wat zijn laatste gemeente betreft, synodaal geeft met predikant de Hattem, die veel geschreven heeft, ook over de catechismus, heeft gesteld in een van zijn geschriften, al die 10 geboden van Gods heilige wet bevatten eigenlijk het steeds herhaalde: gij zult lief hebben, gij zult lief hebben, gij zult lief hebben, en dat tot 10 keer toe. In elk gebod kijkt God zelf je aan en zegt: ik ben jouw God. Helemaal. Geef je nu helemaal aan mij jouw hart en leven. Want bij mij alleen is dat alles veilig voor eeuwig. En wil ik komen tot de waarachtige liefde tot God en de naaste, en dat is de concrete inhoud van heel de Bijbel, dan moet er een nieuwe geboorte, een geboorte van bovenaf plaatsvinden, waarover Jezus spreekt in het nachtelijk gesprek met Nicodemus, Johannes 3. En die nieuwe geboorte, die betreft in de eerste plaats mijn eigen particuliere leventje, maar wordt voltooid in de slotakte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid wonen zal, niet logeren zal, maar thuis zal wezen, eeuwig blijven zal. En daarvoor, gemeente, heeft Jezus Christus, om zo te zeggen, zich in alle mogelijke bochten moeten wringen aan een kaal kruis. Daarom moet u en mag u op hem zien. Op hem alleen. Het is erg fijn dat de Heidelbergse catechismus vervolgens de samenvatting van de wet des Heren geeft, volgens de woorden van Jezus Christus in het Matthäusevangelie. Want wie Jezus zegt, zegt God en de naaste in één kolossaal verband. Jezus maakt de wet uit. Wie hem de wet uit handen neemt, maakt van zichzelf een fariseer of een humanist. Wie Jezus Christus echt heeft gezien en ontdekt in de prediking en in de sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal, die heeft zijn zonde en ellende nauwkeurig ontdekt. En die bindt de strijd dan tegen het fariseïsme in zijn eigen hart en leven, omdat hij telkens weer die grote wet van zijn God beschouwt als een wet met een kleine letter W, die het menselijk leven uit eigen kracht wil opkrikken en dus zo vaak als een knellend keurslijf wordt ervaren. Die gaat als bekeerd mens tegen het humanisme aan, zoals hij zich openbaart op de markt van zijn levensbeschouwing. Wat om een voorbeeld te noemen, gemeente. Wij denken dat wij het 9e gebod van Gods heilige wet, dat duidelijk handelt over het geen vals getuigenis spreken tegen onze naaste, hebben betracht als we niet liegen. Maar dat is niet waar. Ik heb pas echt aan het 9e gebod van Gods heilige wet gehoorzaamd als ik, versta me goed, op de een of andere manier aan evangeliseren doe. Als ik de mensen in voorkomende gevallen van Jezus Christus vertel,
Want die is immers, zo lees ik in Johannes 14, de waarheid. En als ik per se weiger om door mijn leven te laten zien wie de Heer Jezus voor mij is, en voor de ander zijn wil, is dan mijn leven zelf geen aparte leugen geworden? Hoe uitlandig blijkt mijn ellende wel te wezen? Hoe ver van huis blijk ik te zijn geraakt? Als ik mijn verwrongen en gebroken leven vanwege de zonde leg naast wie kind bij God aan huis is. Jezus Christus. En ik moet mijn broeders en zusters, oud en jong, maar niets verbeelden. Alsof ik zoveel beteken en het zo ontzaggelijk goed doe en versier op dit ondermaans. De destijdse astronaut Irwin zei toen hij op de maan geland was dat de aarde voor hem niet groter leek dan een geweldige knikker. Dus ongeveer zoals wij regelmatig de maan zien. Denkt u zich dan eens in wat u, wat jij, wat ik wel betekenen, die zich te midden van de miljarden mensen bevinden op die knikker. Uw ikje naast al die andere ikjes op de knikker geeft geen reden u op te blazen als een kikker. Dat rijmt. Dus mag ik een wens doen. Wel, gemeente, ik heb één hartstochtelijke wens. Dat u allen, jong en oud, in welke omstandigheden u ook mag bevinden, van welke leeftijdsgroep u deel mag uitmaken, dat heel de gemeente zich alles gelegen mag laten liggen tot in de schuilhoeken van het leven aan de wet van Gods oneindige liefde. Maar dat betekent wel dat we er tegenaan moeten. Tegen de duivel en tegen onze zonde. Tegen het onrecht om de onwaarachtigheid en de dubbelhartigheid. Dat we moeten vechten op leven en dood elke dag. Maar die kerk hier staat midden op het slagveld. Die kansel hier staat midden in de strijdlinie. Met de doopvont en regelmatig de aangerichte avondmaalstafel. Zo gaan wij, Christus Jezus, gaandeweg tegemoet. En het is een worsteling in zelfverloochening om mijn liefde tot God zich te laten uiten in de liefde tot mijn naaste. Dat zijn niet de mensen die ik uitverkies en selecteer die mij zo lekker liggen. Maar ieder die op een gegeven moment of elke dag mijn levenspad kruist, is mijn naaste. Leven wij zo? Of had Nietzsche eigenlijk niet gelijk toen hij opmerkte dat we niet de naaste, maar de verste liefhebben? Moet een afvallig mens ons dat nog leren? We kunnen het in het lamplicht van Gods woord duidelijk in eigen leven constateren. Die naaste zit ons vaak in de weg, ook wanneer hij helemaal voor ons geen gevaar oplevert. Wij denken onszelf te kunnen zijn zonder betrokkenheid op onze naaste. Maar wij vergissen ons, want wie niet zijn naaste lief heeft, hoe kan hij uit God zijn? Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde, schrijft apostel Johannes 1, Johannes 4, vers 8. Dan moet uw, jou en mijn ikzucht tot de laatste steen worden afgebroken. Want God
wil in Christus u in de liefde als het ware levensklimaat doen ademen tot opbouw van uw geloof. En aan dit dubbel gebod van de liefde hangt de hele Bijbel als tussen duim en wijsvinger. God liefhebben en de naaste als zichzelf. Als ik één van beiden, dat betekent eigenlijk beide, loslaat en niet meer laat functioneren in de greep op dit woord, dan valt die Bijbel helemaal. Maar wij willen er van nature niet aan. En daarom kunnen wij het niet presteren. Onze onmacht komt voort uit onze onwil. Wij zijn door de zonde vervreemd van God, van onszelf en van de medemens. Maar al is onze levenstrein ontspoord, de rails zijn blijven liggen. En het baanvak is niet opgeheven. God wil ons het eindstation doen bereiken. Kun je dit alles, wat God van je eist, volkomen houden? Niet maar een tikkeltje, of voor een miniem stukje, maar volkomen, zodat er geen sikkepit aan mankeert. Kunt u dat? Kun jij dat? Kan ik dat? Nee. Want ik wil het niet. Als mens van vlees en bloed, zoals ik mij van de Here heb afgewend. Het zit me door mijn eigen zonde schuld vanaf het paradijs in het bloed. God en mijn naaste, mijn God. En mijn naaste te haten, te negeren, te verguizen, weg te schoppen, weg te denken, op de tweede plaats te zetten, achteruit te trappen, te vermoorden. Daartoe ben ik in staat. Daarnaar hel ik elk ogenblik over. Dat moet ik heel eerlijk voor het aangezicht van God en mensen bekennen. O zeker, die neiging komt niet steeds in daden openbaar. De grote revolutie in mijn leven wordt niet steeds met straatstenen op barricaden uitgevochten. Ze schuilt in het diepe hart van de mens. Wij zijn van nature geliefd aan allemaal revolutionairen. Geen anti-revolutionairen, nee, revolutionairen. Onszelf tot wet. En de apostel Paulus is tot het getuigenis gekomen door Gods heilige geest. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik zit onder de plak van het kwaad, doordat ik mijzelf aan het boze restloos heb uitgeleverd. Och, zeggen de mensen dan, dat valt toch nog wel mee. In de bus gaat men nog wel voor de ander opstaan. En als je huis in brand staat, helpen de buren om het leven. Het leven is toch nog niet gans en al verloederd. En elk mens is goddank geen ploertendooier. Maar dan ineens worden er door een geciviliseerd volk 6 miljoen Joden vermoord. Dan ineens duikt aan Hitler Saddam Hussein op, die nog steeds zetelt in Bagdad en die de mensen om zee brengt bij duizenden, op welke manier ook maar. Met andere woorden, er is geen enkele garantie dat die kleine jongen in de straat waar u woont, die zo'n aantrekkelijk joch is en die de lieveling van de buurt is, wat een schat, niet jaren later de beul van een tweede Bergen-Belsen wordt.
En daarom, broeders en zusters, er is maar één oplossing mogelijk. En dat is de oplossing die God als verlossing aan de hand doet. We moeten van binnenuit radicaal worden omgeturnd. We moeten andere mensen worden. Die niet met de rug naar God en de naaste toe leven, maar die met het aangezicht gaan staan naar God en de naaste, hoe die naaste ook heten mag en wie hij ook, hoe hij ook wezen mag. En daarom gaat het hier om, broeders en zusters, oud en jong, dat u buigt en capituleert voor het volle woord van God. En dat betekent dat u en jullie en ik, Gods Heilige Geest, die ons ook vanavond wil beïnvloeden, toelaten tot ons hart. Als we dat doen, en het is een opdracht van hoger hand die ik u in naam van mijn zender als een dienaar mag en moet doorgeven, dan wordt het feest in uw leven. Dwars door alle beroerdigheid heen, dan krijg je een lust, een vermaak in de wet, in het woord van God, naar de inwendige mensen, deze dagelijkse amusementsmuziek. Want in Jezus Christus is niemand een hopeloos geval. Dan is er wel werk aan de winkel. Want dan beleiden wij dat we in de kerk bij elkaar horen. Als de bladeren van een boom, de aders van een stroom, de letters van een brief. Wij heten dezelfde naam. Wij nemen dezelfde loop langs groene oevers van hoop. Wij hebben dezelfde stam. De Vader heeft ons geplant en de Zoon plant ons voort. De Heilige Geest legt het woord van God in onze hand. Amen.
bidden wij samen dat onze Vader laat ons danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U krijgt uw gelegenheid, de Heer, uw gaven te reiken. Na de collecte zingen wij samen Psalm 103, de versen 2, 6 en 7 uit de oude berijming.
Wij beleiden, gemeente, ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, doordat we instemmen met de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna als slotzang, gezang 25, de versen 1 en 3. En ieder van u spreken met me in zijn hart al, dus ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, thans zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met en van de Heilige Geest is met u
allen. Amen.